Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag gaan wij weer eens een keer kijken naar een gekke mod. Hoe die lama er naar kijkt, zo kijken wij er ook naar. Huh? We hebben vandaag namelijk de Mega Wapens en Tools mod die we gaan bekijken. Daar gaan we een beetje mee spelen. We hadden er eigenlijk eentje tegengekomen die een wapen had die letterlijk nog 4 keer zo groot was als die Stan nou vast heeft. Alleen die kregen we niet werkend. Die crashte elke keer. Dus dat was jammer. En toen hadden we deze gevonden. Net iets minder grote wapens. Maar ze zijn wel net zo gevaarlijk. De reach is niet verder trouwens. Niet? Nee. Reach? Dus daar gaan we in ieder geval een beetje mee spelen vandaag. Wil je hem zelf downloaden? Linkje ervan staat in de beschrijving. Hij is voor 1.12.2. En ik ga trouwens even kijken met die boog, wat die dan doet. Want je hebt big boog, maar je hebt ook gigantisch boog. Maar is die hitbox dan ook groter, of niet? Want die... Nee, valt volgens mij wel mee. Oh ja, inderdaad. Want die pijlen, die zijn ook mega groot. Kijk dan. I got the arrow in the knee. Ho. Die schoot jou bijna mee kapot. Ik heb hem, jongen. Ik dacht, hij zit te typen voor Game Mode 1. Kippie. Even kijken, want je hebt dan ook bijvoorbeeld een multi-ax. Maar die is veel sterker dan de zwaard. Echt? Ja, die multi-ax heeft... Oh ja, 78 attack damage. Oh, maar je hebt ook een multi-zwaard. Maar dat is eigenlijk de verkeerde. Ik moet eigenlijk een multi-diamond ax hebben. Dan ga ik eens kijken hier met die bomen. Want jij zei dat alles in één keer dan... Ja, bij dingen wel net. Bij die andere, die multi-axe. Oh, hier valt wel mee. Je hebt wel iets hogere reach. Of heb ik dat nou? Iets hoger? Best wel redelijk. Nou, reach niet, maar hij gaat wel sneller kapot. Die joekel. Maar als ik er nou... Hadden we nog een andere bij zitten die... Oh, wacht, zo'n shovel wil ik wel zien. Dan gaat het meestal knijterhard. Moeten we eigenlijk even een stukje... Dat gaat dan... Oh, deze gaat helemaal niet zo snel. Hey! Dit is minder. Janke. Ja, dit is echt minder. Want die pickaxe, die diamonds, die gingen wel meteen erin. Ja, die wel. Ja, wel redelijk, ja. Oh, wacht. Ik zie al waar het misgaat. Hey, ik zit nog in creative. Daarom gaat die zand zo sloom. Oh, hier is een deel van de strand. Oh, hier. Ik moet even tp'en. Dan moet hij even tp'en. Dat was niet zo handig. Nou zou die... Als het goed is, veel sneller moet gaan. Is te doen. Het is ongeveer zo snel als een enchanted. Water! Ja, leuk. Die, ik had het wel heftiger verwacht. Ja, klopt. Die, even kijken. Het is op zich dan wel wat chill. Je gaat hier wel redelijk snel erin. Oh, hè? Maar dat is die super... dat is die multi, of niet? Ja. Even kijken dan. De multi-pick. Kijk hoe snel ik helemaal naar de grond ben. Ik ben ook wel benieuwd hoe snel die obsidian hakt of zo. Oh, lol. Ik zit ineens op bedrock. Oh, deze gaat wel echt knijterhard. Oh. Ho. Maak anders even een nether portal. Dan gaan we even in de nether kijken hoe snel die is. Oh ja, is goed. Als jij een flint en steeltje pakt. Flint! Flintje. Flint en steel, hè. Oh, ik heb hem te hoog gemaakt. Niet, jongen. Jawel, ik kan hem net te hoog. We gaan eens kijken wat er hier gebeurt.
Moet je nagaan, dat netherrack, dat hak je normaal met een normale steen of met een normale pickaxe al knijtersnel weg. Ja, daarom. Oh, dit valt me nog mee. Wat is dit nou weer? Oh, zit nog steeds in Game Mode 1. Oh, ik ook nog. Wat? Ja, oké. Okay. Dit gaat wel vrij snel, zeg maar. Maar de vraag is dan, zou je hier ook nog enchantments op kunnen zetten? Kunnen we proberen. Dan gaan we even weer terug naar de normale wereld. Dan doe ik even wat boekjes. Een enchantment table. Ik denk het eerlijk gezegd wel. En waar ik benieuwd naar ben, lava. Water! Hé, wat doe je nou? Oh, hoe snel die door obsidian gaat. Ja. Ja, je kon ook gewoon dit doen, hè? Ah, maar is leuker, jongen. Hé, je hebt hier nog wel een beetje moeite mee. Hij gaat er wel redelijk rap doorheen, maar hij heeft er wel moeite mee. Maar ik zal even kijken. En hoezo heb je die dingen op dat boekenkling gezet? Ja, ik vind het wel grappiger als hij wat hoger staat. Hier, een enchanted mouse. En ik heb een beetje lapis Zamuri nodig. Oh ja. Zamuri. Oh, dat werkt echt. Ik heb er nou efficiency 5 op zitten. Hij heeft nog steeds wel moeite hoor met dat. Ja. Maar er zijn. Wacht. Malding moet hebben. Mending. Oh, ga je die boekjes pakken? Nee. Wacht. Even nog meer. Bottle enchantment. Welk level wil je zijn? Oh, je had... Maar hoezo? Efficiëntie 5 is toch goed? Of... Ja, maar ik had geen max. Of geen... Dan kan ik hem nu gewoon een paar op, zeg maar. Oh, waarom kan ik hem nu niet? Moet je daarvoor geen moet 0 zijn? Ja. Gooi even nog meer op mij. Ik moet even level 30 zijn. Ben ik nog steeds niet. Ja, nu wel. Oh, lol, je kunt er maar één keer enchanten. Ja, je moet hem met zo'n ding bij elkaar doen. Dan moet je even weer een nieuwe enchanten. Ja, nee, wacht. Even dingen kan wel. Wacht. Deze. Maar hij heeft genoeg boeken, toch? En dan deze. Wacht. En dan doen we die even enchanten. Jezus, wat matig. Fucking knockback 2. Broly. Hey, knockback 2 op een op een pickaxe. Check game met 0? Ja, nog niet. Nou wel. Ja, ben toch meteen kapot. Dat is waar ook. En een exam. Hey, huh? Hoezo ik jou niet meteen kapot? Ik ben sterk, jongen. Oh, hier zit die lava dingen. Dan ging de enchantment table. Ja, duidelijk. We hadden er eigenlijk iets meer van verwacht. Die andere mod die we eigenlijk wouden doen. Die was volgens mij net weer wat beter. Die had ook wel... Want dat schild. Oh, waarschijnlijk omdat je dat schild aan hebt. Dat ik je niet meteen kapot had. Dan weet je sowieso niks. Hey! Backstabby. Nee, dan houd hier weer bij voor vandaag. Dan, mocht je hem zelf toch willen proberen, laat het... In de beschrijving kun je hem vinden, linkje. 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 Heb je nog leuke mods gezien? Laat het even weten. Dan gaan we even zoeken naar misschien nog wat andere gave wapensmods om te bekijken.
Vergeet ook niet te abonneren. Vergeet ook niet duimpje omhoog achterlaten als je het nog wel grappig vond. En dan zien we de volgende keer weer. Later. Later.